moet één van die twee zijn. Nee, Van Ranst valt niet in de categorie van een leugenaar. Voor mij. Nou, leg me zelf op. Nee. Ik, zei dat ook al ik kan er noemen die voor mij daar wel in vallen. Ik ben eigenlijk niet zo'n karakter die openlijk voor de camera's over anderen wil praten. Maar ik wil er toch wel iets aan toevoegen. Ja. Dat deze man op mij zeer oprecht overkwam. Ja. En eerder hunkert naar meer aanvullend informatie. Ja. Als iemand een grote boef zou zijn, zou ik het zeker zeggen. Maar dan moet het zijn functie hebben ook. Maar hij kwam met mij zeer oprecht over. Ja. En ik denk dat ook voor een andere keer het element van de achterliggende factoren, wat nu de kans niet kreeg, waarom zouden ze dat doen? Waarom zitten die dingen erin? Is er dan toch een complot of geen complot? Dat had misschien nog een beetje naar boven getild kunnen worden. Maar ach, het heeft weinig zin om dat allemaal te verlangen, te vragen. De dingen lopen zoals ze lopen. En ik ben zeer content over deze hele dag. Echt, het had veel aspecten. Breekt veel open en moet je eens kijken van de volle zaal. Wat ik wel miste, en dat vind ik eigenlijk een schande, dat is de media. Ze hebben eigenlijk geopenbaard wie ze op dat moment zijn. En de mensen beginnen meer en meer in de gaten te krijgen. Zij hebben niet in de gaten dat bijvoorbeeld het verlies van abonnees of het wantrouwen in de media vooral aan hunzelf te danken is. En dat de mensen op hun eigen manier de informatie wel zoeken en op den duur geen boodschap meer aan deze media hebben. Want wij kunnen wel zonder deze media, maar zij niet zonder ons. Ja, en dat is te maar betreuren. We worden daar wel belachelijk in gemaakt. Ja, dat wij op internet zijn ineens deskundig en zo. We worden altijd afgeschilderd als een soort kritisch groepje met indianenverhalen. Terwijl de farmacie als eerste de indianen heeft gepakt. Dat zijn natuurlijk schandelijke dingen. Er lopen mensen met groot kaliber in deze bewegingen. En dat is eigenlijk jezelf beschadigen. Want wat je naar de hemel spuurt, krijg je uiteindelijk terug op je eigen gezicht. Ja. Nou, ik vroeg Van Ranst, die stelde ik een vraag over 1918, de Spaanse griep. Ja. Er staat er een verhaal ergens op het internet, ik meen dat het bij influenza.org of zoiets staat, over die Spaanse griep, dat heel veel mensen toen gevaccineerd zijn, wereldwijd. Ja, klopt. In 1918. Ja, klopt. Nee, dat klopt. En behalve in Griekenland. Ja, en die was geen Spaanse griep. Klopt. Meneer Van Ranst zegt, ik weet niet waar ze het vandaan halen, zegt hij, ben toen werd nog niet gevaccineerd. De Spaanse griep, die werd verschillende keren aangehaald in 1918, als ik me niet vergis. Wereldwijd zijn daar miljoenen mensen gestorven, in landen waar gevaccineerd is. Met name, en net in het land in Europa waar niet gevaccineerd werd, Griekenland, was het sterftecijfer niet heel. Een aantal zaken, er is niks zo gevaarlijk als een klein beetje kennis. Ja? En de Spaanse griep in 1918, op dat moment was er geen vaccin. Dus men kon geen griepvaccins maken. Griepvaccins waar griepvirussen in zitten. Dus er is nergens ter wereld voor die Spaanse griep in 1918 gevaccineerd. Aha. Dream on, meneer Van Ranst. Ik zal hem zorgen dat hij de stukken van mij krijgt waarin dat duidelijk is. Stuur het maar toe. Ik ga het hem toesturen. Ja. Een van de boeken die hij absoluut dan even moet lezen is van de man Eustace Mullins. Hij is net overleden voor 2 februari. Murder by Injection. Mm-hmm. Daar staat een heleboel van dit soort informatie luid en duidelijk in. Stuur hem toe met een briefje erbij. Sturen, het is ook belangrijk dat de informatie die ontbreekt, dat die gewoon wordt aangevuld. Alle heren hebben trouwens waar ik mee gesproken heb, die hebben allemaal aangegeven dat ze dat soort meer informatie willen geven. Zowel voor Hans, Goblom en iedereen. Ja. Dus dat is een heel positief iets. Ja. En jullie zien ongetwijfeld op een andere meeting weer ergens. Vast dus bij jou ook. Ik wil me heel graag bedanken. Ja, dat jou ook. Te woord hebben staan. Dankjewel. Graag gedaan. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die kunnen veranderen, maar ik heb nog niet zo heel erg lang geleden samen met mijn collega Arend Zeevat, Dries van de Acht, geïnterviewd met betrekking tot de Palestina-kwestie, Israël-Palestina. Vroeger toen hij minister-president was en minister van juridische zaken, toen was hij op de hand van Israël en nadat hij zijn ambt heeft neergelegd, is hij dus zelf in Palestina geweest. En heeft hij met eigen ogen kunnen aanschouwen. En is op 180 graden gedraaid en dan vecht hij voor die zaak. En niet alleen hij, maar allerlei andere oud-ministers. Hans van den Broek, hier in Dito, minister van Buitenlandse Zaken geweest. Dus dat is wel inderdaad iets aan de gang. Ja. En dat is iets wat een sneeuwbaleffect
lijkt te hebben. Ja, want ik herinner me op ons voorlaatste congres, toen we het hadden over de Codex Alimentarius, werd de vraag gesteld van, ja, we komen zo weinig in de media en ja, dat leidde tot een soort van neerslachtigheid. En Ian Crane, een van de hoofdsprekers, heeft gezegd, ja, geen paniek, we moeten werken aan de grassroots beweging. Dus we moeten ons zo breed en zo diep mogelijk uitwerken, totdat we op een bepaald moment een kritische massa bereikt hebben die niet meer kan ontkend te worden. En dan kan heel vlug heel veel gebeuren, ten positieve. En daar moeten we aan in geloven. Ons strijdlied is The Anthem van Leonard Cohen. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. Het moet niet perfect zijn. Het was nu ook niet volmaakt, maar we hebben ons best gedaan. There is a crack in everything. Er is een barst mogelijk, zelfs in een ondoordringbaar geacht arnas van onze heren heersers. That's how the light gets in. En daar komt het licht door en daarvoor doen we het.